Hindernissen op je weg of obstakels. Wie kent ze niet? Geen twee levens zijn dezelfde, geen twee hindernissen zijn hetzelfde. Het gaat niet om wie het ergst is of wie het zwaarste lot te dragen heeft, maar wel de manier waarop jij ermee omgaat. Want je hebt altijd een keuze als er iets op je pad komt. Ga je bij de pakken blijven zitten? Ga je jammeren en klagen? En zorgen en afwachten tot iemand het voor jou oplost? Of ga je inderdaad kiezen voor mogelijkheden? Ga je kijken welke opties je nog hebt en ga je een van die opties aangaan? Kies je voor beperkingen of kies je voor mogelijkheden? Het kiezen voor de beperkingen of bij het pakken blijven zitten, dat is misschien wel de makkelijkste weg. Het is ook de veiligste. Maar je gaat er wel niet ver mee komen. Je gaat in een slachtofferrol zitten en meestal gaat je wachten tot anderen het voor jou oplossen. Kies je voor de mogelijkheden, dan kies je wel voor de uitdaging, voor het onbekende. En ga je terechtkomen op paden waar veel mensen nog nooit geweest zijn. Ga je je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Ga je op zoek naar andere oplossingen. Een van de mensen die ik bewonder om de manier waarop ze de platgetreden paden achter zich laten, is Sophie van Houten. Sophie schreef een boek en ontwikkelde een coachmodel in 7 groeistappen. Sophie rolt door het leven is haar boek. Nu, er zijn wel meerdere mensen die een boek schrijven en er zijn ook wel meerdere coachmodellen. Op dit moment, op dat vlak, is er eigenlijk niks veranderd. Maar soms heeft een ervaringsdeskundige net dat tikkeltje meer impact om je wakker te schudden dan iemand die vanuit een theoretisch oogpunt, een boekenoogpunt, naar dat probleem zit te kijken. Iemand die er zelf in staat, die heel goed beseft wat jij meemaakt, anderen gaat met vallen en opstaan. Maar telkens leer je nieuwe dingen en ga je zaken anders aanpakken. Want nee, veranderen gaat niet vanzelf. En meestal is het een processie van echternacht. 3 stappen vooruit, 2 achteruit. 5 stappen vooruit, 3 stappen achteruit. Maar telkens ga je wel verder. Telkens kom je vooruit, zij het met kleine stapjes. Het zijn de mensen die ik bewonder, die mij helpen als ik zelf in een diepje zit. Die er mij terug bovenop helpen, door iets wat ze schrijven, door iets wat ze doen, of door iets wat ze zeggen. Sophie's boek is voor mij een boodschap van hoop. De drive en de wil om een bijdrage te leveren aan een betere en een andere wereld, op jouw manier en met jouw unieke talenten. Een shift in ons denken. Want waar op dit moment iedereen en alles gemeten wordt volgens vastgestelde normen. Je voldoet of je voldoet niet. Het is wit of het is zwart. Dit zijn extremen waartussen een variëteit aan kleuren zit. Kleuren die overeenkomen met alle individuele talenten die nu vaak verloren gaan. Ook beelddenkers ontkomen daar niet aan. Wil je meer weten over de specifieke talenten van beelddenkers, dan nodig ik jou graag uit op de website www.numentum.be. Mijn naam is Saskia Smet. Ik coach en ik begeleid beelddenkers van boven de 45 die beslist hebben om hun beelddenkerstalenten actief te gaan inzetten voor meer rust en minder stress in hun leven.